Hoeveelste zijn we? Met z'n drieën. Ik ben gezellig bij Irene. Hallo. Ik ben gezellig met Kim. En we zijn bij een nieuw huisje gaan kijken. Ja, leuk. Het staat gewoon al. Het ja, is echt cool. Echt leuk. En toen nog even met Sarah aan ons projectje gewerkt. Goedemorgen, het is zondag en Mario Kart staat hier weer aan. Dat wordt een beetje een vast dingetje voor de zondagochtend of zo. Echt te grappig. Ik heb thee gezet en moeten zo wel de deur uit. Dus nou meteen flexen tussen en Kim. Ja, wij zitten in de auto. Ik heb net even snel mijn haar gewassen. Wij zitten toch met Ja, dat is toch ook wij? Als jouw kind mee is. Hoeveelste zijn we? Met z'n drieën. Wie is er ook bij? Alexander, volgens mij. Ja, Alexander. Gezellig. Hij heeft zijn jongenskleren een keer aan. Oh, gelukkig maar. En dat kan je ook zien aan de kleur. Want Annabel heeft blauwe ogen en Alexander bruine. Oh, vandaar. Dus ze gaat naar de verkeerde kant. Nee hoor. Ik heb me net even snel gedoucht, opgemaakt. In ieder geval een klein beetje mijn ogen opgemaakt. Ik had er niet heel veel zin in vandaag. Echt, oh, ik heb gisteren voor dat raam staan filmen bij Sarah en dat voel ik echt zo in mijn lijf. Ik heb in zo'n verkeerde houding gestaan. Dus ik moet best wel even voorzichtig doen. Je hebt gewoon recht gestaan. Nou, het was heel moeilijk om naar binnen te filmen omdat het door dubbel glas is. Dus dat is echt wel moeilijk fotograferen of filmen. Dan kan je hem toch uitzoomen, dan zie je het wel weer. Nou, ik heb ingezoomd, maar het gaat om weerspiegeling en alles. En dan heb je ook nog eens dat op dat glas aan de binnenkant heel veel waterspetsen opkomen. Dus je hebt heel van die kalkdruppeltjes. Dus dan moet je echt een goed plekje hebben, want anders film je alleen die druppels. Dus dat was lastig. Maar ik heb wel jouw afzwemmen voor een heel gedeelte vastgelegd. En ook een diplomafoto. Ja, die heb ik ook gemaakt, natuurlijk. Maar goed, ik ga nu eerst naar Irene. En ik heb een Irene. Diploma mee. Ja. Na Irene ga ik langs Kim, want ik rijd eigenlijk een beetje langs Kim als ik van Irene kom. Dus dat combineren we vandaag. Gezellig. Ik ben gezellig bij Irene. Hallo. En ik ben er eigenlijk al een tijd, maar we hebben zo zitten kletsen dat ik nu eigenlijk al bijna weer weg moet. Ja, precies. Ik ben naar Kim natuurlijk door. Grappig, Kim en Irene kennen elkaar ook. Lang niet gezien. Nee, je hebt Kim denk ik echt heel lang niet gezien. De laatste keer was volgens mij uit het feestje. Dat is echt lang geleden. Zo, ik ga ook even filmen. Natas gaat haar schoenen aandoen. Ja, echt hè? Dit is mijn kerstboom. Ik ga de kinders even laten schrikken. Stiekem filmen. Het is heel donker hier hoor. Wat zijn jullie aan het doen? Kleine doelrakjes. Kijken. Echt waar? Ja. Wat cool. Ik wil even mijn lieve konijntje laten zien. Hij mag er niet uit hoor, want ik moet zo ook weg. Hallo. Dit is Droppie. Droppie. En we hebben ook een marmot. Hamster. Maar die is altijd verstopt. Die is een beetje bang. Dat ruikt tot hooi sterk, hè? Poef. Ja. Oh, dan gaat hij eruit. Maar hij mag wel hier even rondleupelen. Hallo. Droppie. Hallo, Droppie. Hallo. Ga je nou eens zijn, man? Ze zijn lief, hè? Ja. Yeah. Die andere laat zich niet zien. Die denkt, bekijk maar. Hi. Nee, ik zie hem ook echt niet. In het huisje, zeker. Ja, in het huisje zit hij. Ah, schatje, hè? Ja. Dat was dus de kattenmand, maar de katten doen er niks mee. Echt, hè? Oh, ga je weer je hokje in? Piekiekstorm. Ga je weer je hokje in? Beter aaien. Zo, ik kom net terug van Irene en nu gaan we naar Kim. En ik was echt heel leuk aan het spelen met Storm. En Jasmijne heeft een nieuwe cavia en een konijn. Leuk waren ze, hè? Ja. Vond ik ook. Maar heel lief. Ik heb de cavia en de konijn geuit. Ja, super, super leuk. Ja, en lekker zacht. En heel zacht.
En het konijntje was echt nog heel jong. Ik ben gezellig met Kim. En we zijn bij een nieuw huisje gaan kijken. Ja, leuk. Het staat gewoon al. Het ja, is echt cool. Echt leuk. Oh, ik wil jullie gewoon meenemen hierin. Kom mee. Oh, we gaan Kim volgen. Oh. Lekker door het natte zand. Heerlijk. Ja. Het wordt wel echt mooi hier allemaal. Dat gaat helaas niet hier. Als je goed kijkt, is daar ons huis. Super gaaf. De muren aan de andere kant. En allemaal zonnepanelen. Dus ik ben echt super blij. Ik kan echt niet wachten tot we erin komen. Ja, het is wel leuk, want die zonnepanelen liggen natuurlijk helemaal om. Dus het valt eigenlijk helemaal niet op. Klopt. Aan de ene kant is helemaal zonnepaneel. En aan de andere kant komt er nog een heel groot dakkapel. Ja, heel gaaf. Dus, nou, dat was het voor nu. En, dan krijgen we binnenkort de home tour. Ja. De Kim home tour. Wij zijn weer thuis en we hebben al net gegeten, want ik moet gelijk gaan koken. En toen nog even met Sarah aan ons projectje gewerkt. En Sarah is nu naar boven gelopen. Dus ik was hier even wat Sarah dingetjes aan het opruimen. En dan gaat mijn kleine smurfje weer naar bed. Dagen gaan soms zo snel. Maar nog 1 week en dan is het vakantie. Dus dan heb je een weekend en dan 2 weken en dan is het nog studiedag. Dus dan hebben we gewoon 17 dagen vakantie. Yeah. Ik ga lekker mijn filmpje afkijken. Gisteren was ik te moe. Dus ik ben halverwege gekomen. En nu tijd voor de rest. Marcus nog even de deur uit namelijk. Dus, en ik heb weer even geen zin om achter mijn computer te zitten nu. Mijn film is afgelopen. Ik moest nog aardig stuk. En dat was best wel goed. Maar ja, Will Smith altijd goed. En nu is het tijd om lekker op tijd naar mijn bed te gaan. In ieder geval in mijn wereld op tijd. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!